Bijvoorbeeld een van de dingen is in je artistieke proces is je geheugen. Ja. Dingen die je al gezien hebt, gelezen hebt, die je al mee hebt gemaakt. Dingen die je op de televisie hebt gezien, wat dan ook. En dat is de lange termijn geheugen. En iedere creatieve persoon moet daar toegang toe hebben. Je zit te brainstormen en je moet denken, ja, dat was iets zoals ik met ooit die game of dat productje. Dus je hebt daar, daar moet je, als je creatief wil zijn, als je geen geheugen zou hebben, zou een ramp zijn. Dus daar moet je af en toe naartoe, naar dat geheugen. Alleen er zijn mensen, één, die dat heel moeilijk vinden. Die zeggen bijvoorbeeld, nou ja, ik heb niks interessants gezien in mijn leven. Of ik heb niet goed gekeken en niet opgeslagen. Maar nog veel erger is mensen die, zodra ze daar naartoe gaan, blijven ze daar. Dus dan zeggen ze, dus wij gaan brainstormen. En ik zeg, ja, dat is een beetje zoals Code & Beat toen, ooit. Ja. En toen zei je, oh ja, zeg jij dan, ja, dat is leuk. En dan zitten we een half uur later nog over Code & Beat te praten. Ja. Maar niet meer over waar we mee bezig waren. Ja. Ja, ja, ja. Dus dan ga ik niet meer terug. Dan neem je de bagage niet mee, zeg maar. Nee, ik schakel als het ware, okay. Ik schakel er wel heen, maar ik schakel niet meer terug. Ja. Dat kun je mensen leren. Je kunt mensen leren om hun geheugen ook werkelijk in te zetten. Ja. Dus dat, zoals je feitelijk, als je hier mensen hebt, je leert ze kijken. Ja. Zodat ze denken van, wat ik ervaren heb vorige week of 2 jaar geleden, dat is materiaal voor een creatief proces. Ja. Heel veel mensen denken bijvoorbeeld, we hebben acteurs en schrijvers en vormgevers die denken, ja, maar wat ik mee heb gemaakt, kan ik niet gebruiken voor mijn maken, want dat is niet interessant. Ja, ja. Ik ben als mens niet zo interessant, dus wat ik heb meegemaakt. Is dat typerend voor dat soort mensen? Nou, daar zitten er altijd tussen. Okay. Die zoiets hebben van, ja, maar ik heb niet aan een sterfbed gezeten. Ja. Moet ik nu als 18-jarige een toneelstuk gaan schrijven? Ja. Wat heb ik nou meegemaakt? Dus die vinden alle, en die hebben dus niet in de gaten dat ook interessant is. Maar dat ze eerst moeten leren dat ze 's ochtends in de bakker luisteren. Ja, ja. Opslaan. Opslaan. En categoriseren. En categoriseren. En dan weer daar naar terug kunnen. Ja, van, okay. Oh ja, zoiets. Oké. Okay.